Hallo iedereen, deze video gaat over de meest gemaakte fouten in het Nederlands. This video is about the most common mistakes made in Dutch language. Om te beginnen, de eerste veel gemaakte fout, the first common mistake. When someone asks you, how are you? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Wat antwoord je dan? Of wat kan je antwoorden? Hoe gaat het? De vraag hoe gaat het? Beginners? Mostly they say I am good, like in English. So it is like ik ben goed. I am good. But, no, no, no. This is a big no. No way. Ik ben goed. It's very weird to say that in Dutch. And it's not done. But what can you say then? Instead of, ik ben goed. What? Don't say that ever. You can say... just goed. Oh, het gaat goed. That's correct. Het gaat goed. But mostly we just say goed. Hoe gaat het? Goed. Don't say this. Ik ben goed means I am a good person. I have a good character inside my heart. I have a good heart. I'm a good person. And you don't say that about yourself, I think. So we never say that when someone asks like, hoe gaat het? Het gaat goed. Okay. Then we ask the same thing. We want to be polite. We want to say, and you, and how are you doing? What I often hear with beginners, they say, I have to use the black one here. Okay, en je. En je. No way. Wrong, wrong, wrong. Verkeerd. Nee. En je. Nee. Je moet en jij zeggen. En de rode, ben de stiften door elkaar aan het halen. Rood, zwart, rood, zwart. Zo, we zeggen en jij. En jij. Hoe gaat het? Goed. Het gaat goed. En jij? Waarom niet? Ja. Want we hebben gezien dat je en jij hetzelfde zijn. Maar je gebruikt jij om de nadruk te leggen op de persoon. So you use jij because you want to emphasize the person. First you talked about me. Het gaat goed. So ik, het gaat goed. En dan vraag je... the other person, then you ask the other person. So, and yeah. So, and the other person can also say, goed. So, hoe gaat het? Goed. En yeah. Can say, goed or ook goed. For example, also good. Ook goed. Kijk. So, that is een fout dat heel veel beginners... in het Nederlands maken. Vooral als jouw moedertaal Engels is. Dus dit is heel belangrijk om deze fout niet meer te maken. Een tweede fout die veel gemaakt wordt, ook bij beginners, begin van een conversatie. Where do you come from? Dan ga je niet zeggen... waar kom je van?
Nee. Je kan twee manieren zeggen. Van waar ben jij? En hier kan je zeggen je. Van waar ben je? Van waar ben jij? Van waar ben je? Of je kan zeggen waar kom je vandaan? En dat ligt dichter bij het Engelse. This is close to the English one. Where do you come from? So, where come you from? And also here you could say, yeah. Right. So, van waar ben jij? Where are you from? Waar kom jij vandaan? And then, in English you could say, for example, ik kom, in het Nederlands, ik kom uit België. Ik kom uit België. Je zegt niet, ik kom van België. Want dan ben je in België en je gaat naar een ander land. Ja, ik kom van België. Ik was net in België, maar nu ben ik in Frankrijk. Zo. Nee, ik kom uit België. Of ik ben uit België. Ik kom uit. Niet van. België. Ik kom uit België. I'm from Belgium. Not I come from Belgium. I'm from Belgium. Ja, ik kom uit België. Dan een derde fout die veel gemaakt wordt. Het verschil tussen huis en thuis. Huis en thuis. Als je bijvoorbeeld in het Engels zegt, if you say in English, I go home, dan zeg je niet in het Nederlands, ik ga thuis. Nee, because thuis is home. Maar dat zeg je niet. Je zegt, ik ga naar huis. Without an article. The article of huis is het. Ik ga naar huis. I go home. I go home. I go home. Ik ga naar huis. I go to house. I go home. Ik ga naar huis. If you should use the article here, then you get a totally different meaning of the sentence. Ik ga naar het huis. I go to the house. Ik ga naar het huis. I go to the house. So it doesn't mean I go home. We don't use the article here. We use this sentence. Ik ga naar huis. I go home. But then, if you want to say I am at home. I am home in English. I am home, not at home. So my English is not that very good. But it's about Dutch, about Flemish here. So I'm sure you understand my English. Even I make mistakes in English, but yeah, it's good enough as a helping language. So I am home. Yeah. So ik ben. How should you say I am home? I am at home. Is there a difference between I am home, I am at home? Or is one wrong and the other wrong? Right? Wrong? Put it in the comments for me. If your native language is English, is it I am at home or I am home? I know the movie, there is a movie, Home Alone, Alleen Thuis. Yeah, at home, home. I don't know. Put it in the comments for me, please. So, ik ben thuis. That is so what I'm home, I'm at
home. Ik ben thuis. So we say thuis. Ik ga naar huis. I go home. Ik ben thuis. I am home, I think. So, but that's how we use it. Thuis. So the difference between huis and thuis is like, huis is like a building. A building, a huis, het huis is a building, een huis, it's a house. You have house, and here you have home. Yeah, so huis, home. But we say naar huis, because it's a direction. Ik ga naar huis. If you arrive at home, then we say ik kom thuis. I come home. Yeah. Ik kom thuis. It's when the moment that you are arriving or just before the arriving, ik kom thuis. And you also use thuis here. Then the word clear. Clear. So, if we translate the word clear, sometimes people translate it as klaar. So, clear, and we have klaar. But it's not the same, no. Klaar and clear. Clear is duidelijk. Something is clear. It is duidelijk. Klaar means finished. So, klaar is duidelijk. Finished is klaar. So, that is niet hetzelfde. Klaar betekent finished en duidelijk betekent klaar in het Engels. So, die twee worden heel vaak door elkaar gehaald, omdat clear en klaar, ja, het klinkt een beetje hetzelfde. Het klinkt een beetje hetzelfde. Dan hebben wij nog een volgende veel gebruikte fout en dat gaat over geld. In het Engels spreken wij over geld maken. To make money. Zo, geld maken, dat kunnen wij niet doen in het Nederlands. We cannot make money in Dutch. We earn money. So, geld maken, to make money. How much money do you make? Huh? I don't make money. Ik maak geen geld. Geld maken is geld drukken. So, nieuwe biljetjes geld. To make new money at... Yeah, I don't know where do they make money. But make new money. Briefje van 5 euro, 10 euro, 50 euro, 100 euro. Briefjes... bijvoorbeeld maken, to produce new money. No, wij zeggen geld verdienen. Verdienen is to earn. Geld verdienen. Hoeveel verdien jij? Ah, ik verdien zoveel euro per maand. Geld verdienen, niet geld maken. Nooit. Geld verdienen. Als ik geld kon maken, dan zou ik heel veel geld maken. Maar ik maak geen geld, ik verdien geld. Dan hebben we nog een laatste, maar een heel belangrijke. Als het warm is, als het heel warm is, when it's very hot, warm, hot. It's hot. In Engels hoor ik dan I am hot. I am cold. I am hot.
Nee, niet Nederlands, nee. No way, it's not done. You cannot say, ik ben heet, ik ben warm. Never say that. It means something very different. It means I am horny. Yeah, so never say that. Say, het is heet of het is warm. Or if you say, like in English, I am, you can say it, ik heb, this way, ik heb het warm. Of ik heb het heet. Okay, you can say it like this. Ik heb, but always use the het. We use this a lot. It's not the article het from het and the. It's like it. I have it warm or hot. Ik heb het warm. Pff, ik heb het warm. Ik heb het heet. That's okay to say it that way, but not literally from translation from the English. Now about this hut, it's an important word. Let me give you this as something extra on this video. Hut, we use it all the time. For example, when we don't use like it in English. Ik, can you see the red one properly? No, I don't think so. I'm going to use the black one. I think you see it better on the video. So ik begrijp, I understand. Ik begrijp. But here is something missing. We cannot say ik begrijp. Doesn't make sense. Ik begrijp. Ik begrijp het. I understand it. Ik begrijp het. The same with I know. I know. Ik weet het. Ik weet het. I think. Is het warm buiten? Yeah, I think so. Ik denk het. So you see, we use the het the whole time. But in fact, it's also a mistake if you don't use it. So ik begrijp het, ik weet het, ik denk het, ik heb het warm of ik heb het heet. And I can add one more. I hope. Ik hoop het. I hope it. I hope it. I hope it. Doesn't make sense, I think, in English, but ik hoop het. Dan begrijp het, ik weet het, ik denk, ik hoop het. If you want to say this negative, so ik begrijp het. How should you say in Dutch, I don't understand? It's important when you learn Dutch and you don't understand it. You can ask the teacher, sorry, I don't understand. But how should you say this? Ik begrijp het means I understand, but I don't understand. How should you say that in Dutch or in Flemish? You make it negative. We can make a sentence negative by using niet or geen. In this case, we use niet and we put it at the end of the sentence because it's just a basic, simple, short sentence. So, ik begrijp het niet. I don't understand. But use the het. Don't forget the het. Ik begrijp het niet. And we can do the same with the others. We can say, ik weet. I don't know. How should you say? Ik weet het niet. I don't know. Yeah.
Begint dat tv-programma vanavond om 8 uur? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk... I don't think so. Ja, het is zo. Ja, dat zeggen wij dan weer niet. Ik denk het niet. Ik hoor wel eens dat studenten van mij zeggen... Ik denk zo niet. From the English. I don't think so. Ik denk zo niet. Dat is fout. Dat slaat nergens op. Doesn't mean anything. It's totally wrong. Ik denk zo niet. Ik denk het niet. I don't think so. Ik hoop het de laatste. I hope so. It. Ik hoop het niet. Ik begrijp het niet, ik weet het niet, ik denk het niet, ik hoop het niet. Ik hoop dat jullie iets hebben kunnen leren van deze video. Vind je de video leuk? Geef mij een duimpje. En tot ziens in mijn volgende video. Dag!